op een buitenlands beleid heeft hij, is hij al begonnen met een ongelooflijke scheve schaats te rijden. Door wat zei hij ook alweer, dat die oorlog in Oekraïne, dat was een lokaal conflictje of zo. Nou ja, in ieder geval, dat is hem ontzettend kwalijk genomen, ook in republikeinse kring. Het verlossen, kunt u mij horen? Water had ik jou al gegeven, hè? Water, ja, ik heb mijn water. Onder water gaat het per slotverrekening niet. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar als ik geen niks te drinken heb, dan loop ik gewoon na 10 minuten krijgen zo'n zorgelijk droge keel dat het niet meer goed gaat. Nee, maar dat is ook niet zo heel gek, denk ik, toch? Dat is lekker om te hebben. Ja, een kopje thee of een beetje water, dat maakt ook niet veel uit wat het is. Nee. Hey, wat wij nog niet besproken hebben is DeSantis. Althans, dat hij zich ook kandidaat heeft gesteld nu. Ja, dat is waar. Ja, daar ben ik ook niet vreugdevol over gestemd, dat zul je begrijpen. Die man die voert met name in zijn eigen staat een buitengewoon ongelukkig beleid. Die stapelt alle halfgare ultraconservatieve wetgeving stapelt die op. Natuurlijk in de aanloop naar zijn kandidatuur. Die dan nu gesteld is, overigens meteen ook het moment waarop het gesteld werd, viel volledig in het water. Omdat hij zou een gesprekje hebben met Elon Musk op Twitter, maar Twitter Spaces, ja. Dat mislukte helemaal. Ja, dat mislukte, wat ik dan wel weer komisch vind. Ik heb niet de indruk dat op dit moment althans iemand zijn kandidatuur o serieus neemt. Hij schijnt nogal onhandig te zijn in het sociaal contact. Ja, hij heeft het in Florida goed gedaan, dat is dat is zo. Maar in de peilingen ligt hij echt 30 punten achter op Trump. Dus ja, het ziet er echt trumperig uit. Hoe positioneert hij zich eigenlijk? Nou, ik denk als ultraconservatief, maar niet Trump. En ja, dat is de situatie waar natuurlijk de Republikeinse Partij geraakt is. Dat het, of je bent Trump en voor Trump, of je bent niet Trump en dan ben je tegen Trump. Maar Trump is alles bepalend voor wat de Republikeinse Partij gaat doen in 2024. Als hij afwezig is, waar het nu helemaal niet naar uitziet natuurlijk, dan weten we niet precies wie het gaat worden. Dat kunnen ook. Er zijn ook anderen die zich kandidaat hebben gesteld of nog kandidaat zullen stellen. Maar het hele idee natuurlijk dat met de Sant is een soort redelijk conservatief aanbod aan de orde is, dat is echt een grondige misvatting. Dit is allemaal van dezelfde gekkigheid en dit is allemaal van een boeken verwijderen uit bibliotheken en nou ja, al die onzin die we daarover gelezen hebben. Er zijn ook mensen die zeggen het is Trump, maar dan fatsoenlijk. Nou nee, qua wetgeving zou ik ook zeggen, ik denk dat je in allerlei opzichten beter nog Trump kunt hebben dan DeSantis. Dat is toch van een soort ultraconservatieve schijnheiligheid die waar je niet gelukkig van wordt. Ja. Kijk, sowieso is de Republikeinse Partij zo grondig ontspoord. Je moet even Bert waarschuwen dat er weer achtergrondgeluid te horen is. Ja, dit zijn winkelwagentjes waarmee vuilniszakken naar ons verzamelpunt worden gereden. Door studenten? Ja, door studenten. Denk ik tenminste. En die winkelkaartjes zijn natuurlijk meegenomen en nooit meer teruggebracht. Nee, dat is dat lot van het winkelkaartje. Ja. Vroeger geloof ik moest je dan een gulden erin gooien en dan kon je er een meenemen. Dat is nog steeds zo volgens mij. En dan kreeg je die gulden weer terug als je hem weer terugbracht, toch? Ja, dat is nog steeds zo. Maar kennelijk vinden mensen een gulden of een euro niet interessant genoeg. Nee, dus de Republikeinse Partij is voorlopig volledig van het spoor. En moet je beschouwen als in allerlei opzichten een plaag voor het land. Ook een land natuurlijk waar vrijheid van meningsuiting toch centraal staat, zelfs via de Constitutie, is het natuurlijk wel een vrij merkwaardige zaak dat die vrijheid van meningsuiting wat betreft de Republikeinen voortdurend op alle denkbare niveaus geschonden kan worden. Daar wordt dan wel over geprocedeerd en ik denk dat vaak dus degenen die voor vrijheid procederen dat die wel zullen winnen, maar ondertussen ja, zijn natuurlijk toch bibliothecaressen, onderwijzeressen geneigd om te denken, geen gesodemieter, geen gekloot aan mijn kop van die ultraconservatieve ouders. Dus weet je wat, ik haal die boeken gewoon maar vast weg van Roald Dahl. He, dat idee. Ja, dat is zo diep bedroevend, dit soort van censuur. Want dat is het censuur. Idee is censuur.
De dictatuur van ouders, dat ook in Nederland hoor je onderwijsgevenden wel eens klagen over, niet waar, de enorme agressie waarmee ze door ouders bejegend worden. Ja, er is nu toch ook weer zo'n boekverbanning in een schooldistrict in Utah die de Bijbel uit de klaslokalen hebben verboden. Ah ja, dat is natuurlijk omdat het daar Mormonen zijn. Dus dat zullen wel de Mormoonse teksten zullen daar wel te doen gebruikelijk zijn. En er was een klacht binnengekomen over de vulgaire en de gewelddadige inhoud van de Bijbel. En volgens de Amerikaanse media wil de klager het verbieden van boeken op de scholen ook aan de kaak stellen. Ja, ik moet zeggen, als je dan toch bezig bent met gewelddadige boeken, dan is het Oude Testament, ja, de Bijbel bestaat uit twee delen, Nieuw en Oud Testament, dan is het Oude Testament wel een schoolvoorbeeld van gewelddadigheid, vrouwonvriendelijkheid en ga zo maar door. Ja, waarom dat beschouwd wordt, ja, we weten dat eigenlijk best als een van de grondslagen van de westerse cultuur. Dat is eigenlijk, als je het hele ding leest, vrij zonderling. Ik heb ook wel eens gedacht, als je nou toch Agatha Christie's hele oeuvre gaat herschrijven, wat gebeurt, ten schijn te zullen gebeuren, dan, ik heb net nog een Agatha Christie gelezen, ja, het gaat wel eens over natives en zo, en ze heeft geen hoge pet op van die Arabische gravers in zo'n archeologische opgraving, maar erg kan je het toch niet vinden, je weet hoe het zit. Je weet dat ze dezelfde opvattingen heeft als Joppe had. Maar ook heel aardige mannen. Je moet mannen. Het in de tijd zien, heb je ook al ja, gezegd. Ja, precies. Je moet het in de context van de tijd zien. Maar als je dan toch gaat, de Christi gaat, dan zei ze, het hele Oude Testament zou ik ook herschrijven. Hmm. Zou ik ook een hele speciale commissie voor benoemen. Volledig herschrijven. En als je dan toch bezig bent, waarom herschrijven gewoon niet alles wat de afgelopen duizenden jaren geschreven is? Zou ik al die kleitabletten wel eens even willen bekijken of dat niet herschreven moet worden? Hè? Allemaal, ja, je weet het niet. Het is ook die Griekse toneelstukken allemaal herschrijven wat mij betreft. Er kunnen pas hele goede regels voor opgesteld worden. Je voelt aan welke kant het op gaat natuurlijk. Maar ja, het is droevig. Ja, maar in Utah hebben ze het eigenlijk. We hebben voortdurend de illusie dat we gewoon door nu hele fijne dingetjes te doen, excuses aan te bieden, herschrijven, dat we op een of andere manier dat verleden wat ons niet bevalt, dat we dat kunnen opruimen. Nee, dat kunnen we niet. We hebben een verleden, daar is het. In allerlei opzichten denken we nu over alle dingen anders. Maar het is interessant om te zien hoe we veranderd zijn wat betreft opvattingen. Ja. Dat geeft ons naar mijn idee nog het recht, nog de morele verplichting om het verleden naar onze eigen inzichten op te knappen. Mm. Het is het kapot restaureren van panden bijvoorbeeld. Hetzelfde idee. Restaureer beperkt, als je al wil restaureren. Maar we krijgen het 1 juli weer met de excuses van de koning die verwacht worden vanwege ja, slavernij. Ja, ja, ik zou ook zeggen, laat hij dan, als hij dat dan toch gaat doen op 1 juni, voor alles excuses aanbieden wat we de laatste, nou ja, wanneer zullen we beginnen? Sinds wanneer begint de Nederlandse staat als zodanig? Nou, maar laten we er 1648 van maken voor het gemak. De Vrede van Münster. Ja, dat ziet er goed uit, dat jaartal. Als hij nou gewoon een beetje een geharnaste reden houdt met excuses sinds 1648. Hij kan het ook wat mij betreft punt voor punt even nalopen wat we allemaal verkeerd gedaan hebben. Kan hier en daar ook even aantippen dat ook allerlei andere mensen alles verkeerd gedaan hebben. Precies. Ik zie het wel zitten. En als hij het niet doet, moeten alle belangenverenigingen opstaan en zeggen zeker, van, we zeker, zijn boos. Ja, en dan zeker ook financiële eisen stellen. Ja, ja, ja. We kunnen dat niet passeren zonder dat er ook financiële offers worden gebracht. Hey, maar nog eventjes over de Utah. Dat is op zich wel interessant. Ze hebben dus een lokale wet aangenomen. En dan mogen dus ouders meebeslissen over wat gezien wordt als gevoelige inhoud. Ja, nee, dat is overal. Het is niet alleen in Utah aan de gang. Dat is overal. Dat is ook wat de zand is in Florida. In de gedaan. Conservatieve staten? Ja, in de conservatieve staten is dit overal aan de gang. Ouders die. En je begrijpt hoe dit werkt, namelijk de lastigste ouders, de meest achterlijke ouders, de meest agressieve ouders spelen daar een hoofdrol in. Er hoeft er maar één te zijn, hè, want las ik ergens in een of ander stuk, hoeft er maar één te zijn of zo'n school denkt, oh jee, geen gesodemieter. Je moet er wel wat mee. Geen niet in de krant, weet je wat, we laten het dwalen meteen weg. Niels Holgersson, een jongen op een gans, dat kan ook niet deugen. Dat is ook een strijd met de Bijbelse wetgeving. Ah, ja. Ze zeggen, we kunnen pornografische afbeelding kunnen we eerder dan detecteren en weghalen, zodat de kinderen daar niet mee in aanmerking komen. Dat nou, is en ik kan je verzekeren dat zij heel erg vaak pornografische afbeeldingen zien.
Die kinderen? Nee, die ouders. Ja, maar het gaat om de kinderen. Die kinderen hebben van zichzelf niet een speciaal idee over pornografie. Dat is iets wat wij organiseren als je eenmaal volwassen bent. Ik was laatst bij een lezing van een SP Eerste Kamerlid, of voormalig Eerste Kamerlid. En die zei, kinderen komen al heel snel door die mobiele telefoon in aanmerking met pornografie. Zonder enige twijfel. Bijvoorbeeld tikken ze in pushes, omdat ze die hebben gezien. Ja, dat is zo. Ja, dat is mij, zit maar één ding op. Dat is namelijk dat je ze die geen mobiele telefoons geeft. Dat je, dan zul je moeten accepteren dat ze via de mobiele telefoon, hoe dan ook. Want ook als je sommige dingen zou blokkeren, dan hebben ze in no time manieren gevonden om dat te omzeilen. Als je ze een mobiele telefoon geeft, geef je ze toegang tot het hele internet. Ja, maar het hele internet bevat prachtige dingen. En het bevat verschrikkelijke dingen. En het bevat pornografische dingen. En ja. Het is gewoon de samenleving in het internet waar je terecht komt. Dus als je dat niet wil, geef ze geen telefoon. Ik weet niet wanneer je ze dan die telefoon wel moet geven. Als ze 16 zijn of 18. Of, nou ja, goed, 18 volgens de Nederlandse wetgeving ben je op je 18e volwassen. Kan je ook in dienst en zo. Mag je gaan schieten ergens als je dat wil. Dus misschien 18. Je begrijpt waar dat heen leidt. Namelijk tot een ingewikkelde en snel groeiende markt in illegale telefoons. Zodat de jongelui, zo goed als je vroeger illegaal achter het schuurtje een sigaretje ging roken. Je wist wel dat het niet mocht. We vonden het ook helemaal niet lekker. Ja. Maar je deed het toch lekker toch. Maar voor ouders is het toch ook een makkelijk dingetje als ze even moeten koken geven. Ze die kinderen die iPad. Dan zeggen ze, kijk maar eventjes een uur naar de ding. Waarschijnlijk doen ze dat ook. Ja, dus daar is heel weinig aan te doen. Doen jouw kleinkinderen dat niet? Ik heb geen flauw idee of die naar porno kijken. Nee, maar worden die niet eventjes met de iPad bezig gehouden? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Als ze bij jou zijn niet? Volgens mij hebben ze gelimiteerde iPad-tijd. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Okay. Maar logeren ze wel eens bij jullie? Ja, dan kijken ze ook veel op de iPad. Althans, de jongste kleinkind kijkt veel op de iPad, ja. Maar eventjes het beeld schetsen, als je kleinkinderen bij zijn, ga je dan gewoon boven zitten lezen en studeren? Of zeker. En dan, wat doen zij dan? Dan gaan ze of zich vermaken met mijn echtgenote, of zij kijken op hun iPad. En wat ik wel, dat we wel doen, is dat ze een eindje met je gaan rijden of naar een museum gaan. Mijn jongste kleinzoon is dol op het Militair Museum. Dat is natuurlijk de laatste keer, een paar keer erg druk in verband met de vakantiedagen. Als het niet druk is, is het hartstikke leuk. Ik vind het zelf ook wel interessant. In Soesterberg, hè? In Soesterberg. Goed, leuk museum, interessant. Ik kan het aanbevelen of we gaan naar het Spoorwegmuseum. Ook leuk en interessant. Of wandelen. Nou, de allerjongste heeft de pest aan wandelen. Dus dat wil meestal niet zo lukken. Maar ja, dat is wat ik doe. Maar ik ga niet de hele dag met mijn neusje op zijn iPad zitten steken. Kijk wel eens over hun schouder naar de iPad. En dan doen ze altijd van die spelletjes. Wat die ik ook grafisch ook zo klunzig. Kan dat nou niet mooier en beter? Ik bedoel, als je weet wat Pixar kan qua animatie, waarom zijn die spelletjes dan allemaal zo klunzig? Ook met van die rare sprongbewegingen erin, dat je denkt, wat is nou voor rommel? Ja, ja zo, dat is wat ik ervan zie dan. Ja. Het is ook qua kleur vaak ongelooflijk lelijk en vulgair. Ik kan er niet, wat ik over de schouders van gezien heb, kan ik daar niet over de loftrompet steken. Nog even over de Santis, hè, want daar begonnen we mee. Wat zijn nou de beleidsterreinen waar hij zich op wil profileren? Nou, kijk, de Santis, die afgezien natuurlijk van het traditionele conservatieve economische beleid wat ze zullen willen voeren, maar wat ze in de praktijk nooit voeren. Hè, zuinigheid en zo, in de praktijk blijken de Republikeinen vaak nog een stuk onzuiniger te zijn dan de Democraten. Maar waar de Santis op mikt, wat duidelijk zijn strategie is, is de culturele oorlog. He, dus tegen wokeism, dat is het idee. Ja. Hij zegt dat Amerika dreigt natuurlijk in handen te geraken van linkse ideologen die verschrikkelijke dingen willen en die tenslotte het ware ethos van de Amerikaanse samenleving, niet waar, zeg maar, het Clint Eastwood ethos, gruwelijk zullen verstoren. Opgelegde diversiteit en gelijkheid. En daarmee spreekt hij natuurlijk een groot deel van komen we weer terug, van de blanke bevolking, die natuurlijk ook een hele onderstroom van racisme nog steeds kent, in het Great American Heartland, mensen die het ook niet makkelijk hebben gehad de afgelopen halve eeuw. Nou ja, dan heb je een grote trek het electoraat van de Republikeinse Partij.
Het schijnt ook dat hij het beleid dat in Florida geldt, dat hij dat landelijk wil implementeren. Hij heeft ook een leus Make America Florida. Ja, je moet er niet aan denken. Het is toch al zo'n klote staat, Florida. Ja, behalve de kust. De kust is mooi. Maar de binnenlanden van Florida, daar ben ik wel eens doorheen gereden. Dat deed mij denken aan de veenkoloniën in Drenthe. Maar ook een arme tierige boel, eerlijk gezegd. Ja, aan de kust is het allemaal heel rijk en leuk. En bootjes en hotels en ga ze maar door. En in binnenlanden van Florida, daar word je niet vrolijk van. Hoe ziet het er daaruit dan? Arme tieren, vond ik. Nou is het ook alweer, weet ik hoe lang geleden dat ik er was. Maar ik vond het al een arme tierige boel, ja. Ander punt wat hij wil, is hij wil het makkelijker maken om nieuwsorganisaties aan te klagen voor smaad. Ja, ja. Dat zal hij wel vinden. Dat is denk ik geënt deels op Engelse wetgeving die veel strenger is op dit punt. En ook daar zou ik zeggen is natuurlijk terughoudendheid geboden. Want je begrijpt hoe dit gebruikt wordt. Namelijk dat vooral politici dan eventueel wettelijk wat meer uit de wind gehouden zouden kunnen worden. Ja. Als ze betrapt worden op de bekende leugencampagnes, onbeschrijfelijke kletskoek enzovoort. Dus het is vooral ook een beetje eigen belang wat je daarmee heeft. Zonder meer. Dus ik zou op dit punt zeggen, wees terughoudend. Maar goed, daar heb je ook een constitutie in de Verenigde Staten waar in ieder geval een punt in zit waar de vrijheid van meningsuiting centraal staat. Ja, dit is ook wel een opvallende. Hij is voorstander van het dragen van vuurwapens zonder vergunning. Ja, dat is natuurlijk in Amerika een volstrekt hopeloze zaak. Moet je daar verder van zeggen? Het land is gek. Althans, een deel van het land is gek. Je moet eigenlijk in Amerika steeds zeggen, een deel van het land is knettergek. En iedereen weet wat de gevolgen zijn, nietwaar, van die obsessie met vuurwapens die in Amerika een deel van de bevolking heeft. Ja, namelijk dat aan een lopende band idiote schietpartijen zijn die altijd ten koste gaan natuurlijk van onschuldige burgers. Ja. Maar dus ondanks dat dat gebeurt en dat de Amerikanen dat ook zien, zijn dat dus toch nog wel mensen die hierop aanslaan zeggen. Heel veel Amerikanen vinden dat het hebben van vuurwapens, dat is de basale vrijheid. Cultuur toch ook. De enige manier om de overheid van het lijf te houden, dat is dat je flink wat vuurwapens moet hebben. Hè? Dus ook zo'n pistool, oké, dat is tot daar en toe, maar is wel lollig om het er AK-47 zullen het wel niet zijn, hoe heet dat, de AR-15's bij te hebben. Ja, dat is een soort van doelontwikkeling van de M16, als ik het allemaal goed begrepen heb. Ja, ga een keer kijken in zo'n gunshop in Amerika. Ze zien de mensen er normaal uit, maar ze zijn allemaal geestelijk gestoord. Ja, je hebt toch een keer voor zo'n reportage bij je gaan schieten? Ja, ik heb geschoten. Ja, uit vanaf de heup, en waren maar raak. En toen dacht ik, nu ga ik eens lekker mikken, dan schiet ik meteen in de roos, die waren maar mis. Hoe dat mogelijk is, weet ik ook nog steeds niet. Maar en welke staat was dat? Waar was dat? Volgens mij was het in Washington. Dat was voor dat programma met de camper, misschien toch? In Virginia of zo. Ik weet het niet precies. Maar het was een gigantische gunshop. Ja, en achter was een schietbaan. En er stonden allemaal mannen van middelbare leeftijd die er min of meer normaal uitzagen. Als krankzinnigen te knallen met van die enorme wapens. Het had wel iets beangstigends over zich. Het deed me denken aan ja, wat deed me aan denken? Ja, ik schakel nu een beetje op het woord angst. Ik ben ooit naar een voetbalwedstrijd geweest van Ajax tegen PSV. En daar had je, ik geloof dat dat de F-site heet. En die gingen steeds allemaal opstaan. En dan leken ze mij de Hitler goed te brengen. Maar dat zal wel niet de bedoeling zijn geweest. In ieder geval leken zij mij de arm te strekken. Ik vond dat eng. Ik dacht, dat is gewelddadig. Dit is bezield van een gevoel wat absoluut niet deugt. Van een diepe wens voor agressie. Kapot maken. Nou ja, We hebben recent weer voorbeelden van gezien natuurlijk. Ik ben er dus één keer geweest. En, was met een uitje van je vrouw toch? Ja, naar precies. Werk? Het waren gratis kaartjes en zo. Maar ik vond het beangstigend. Zo goed als ik dat die schietpartijen beangstigend vond. Het heeft toch allemaal iets te maken met een soort van wens tot gewelddadigheid. Dat als je natuurlijk zo idioot gaat staan schieten met zo'n AR-15, is er natuurlijk iets met je mis.
Maar vonden die Amerikaanse mannen het normaal? Werd dat gezien als het uitje op zaterdag? Ja, die vonden dat helemaal normaal. Die hele winkel stond vol met Amerikaanse mannen en vrouwen over. Het was niet zo. Niet lekker te knallen? Ja, lekker knallen. Ja, en toen heb ik heb het kleinste pistooltje wat je kon krijgen, geloof ik. Daar heb ik toen mee geschoten. Maar heb je bespreekbaar gemaakt dat jij dit gevoel, heb je dat daar op tafel gelegd? Van dat je het toch wel opvallend vond? Ja, dat ik het raar vond of eng vond, dat heb ik volgens mij wel gezegd. En wat ja. zeiden ze toen? Niet tegen die Amerikanen, ik denk gewoon voor de camera. Oh ja. Nou ja, het heeft weinig zin om tegen die lui die net niet waren een half uur hebben staan knallen, te gaan zeggen van u bent niet goed snik. Ja, dat is wel mijn overtuiging dat je niet goed snik bent. Ja. Maar als je er natuurlijk in opgegroeid bent, je vader is ook een gun type. Wat dan? Ja. Wat zei Hillary ook alweer? Of nee, wat zei Obama ook alweer? Was daar guns en bibles en zo? Ja. Sorry, ik ben het er 100% mee eens, maar het wordt gezien als beledigend en dat zou je niet mogen zeggen. En, nou ja, die mensen die hebben hun eigen idealen, het zijn hele rare idealen natuurlijk. Dat je dat vuurwapens een essentieel onderdeel uitmaken van de maatschappelijke gebeurtenissen. Ja. Nog een punt van DeSantis, hij is voor de doodstraf en heeft zelfs een wet getekend die het ook makkelijker maakt om capital punishment, zoals ja, dat heet, ja, toch op te leggen. Ja. Nou ja, Amerika was natuurlijk traditioneel op grote schaal voor de doodstraf. In verreweg het grootste aantal staten wordt de doodstraf, die bestaat daar nog wel, die is wettelijk nog wel toegestaan, maar die wordt eigenlijk niet meer toegepast. Je zou eens moeten kijken hoe lang geleden het is en dat er in Massachusetts iemand ter dood gebracht is. Maar er zijn natuurlijk een aantal staten die er nog wel aan doen, ik meen Texas. Kennelijk vindt het interessant dat het in Florida weer eens opgewekt moet worden. Heel veel mensen die nooit hebben gedacht over straf of doodstraf, die zeggen, ja, moeten ter dood gebracht. Het is zo erg dat ter dood moeten ze. Nou ja, in Amerika is het sowieso al zo dat je zegt, nou ja, de doodstraf, dat mensen dat kunnen denken in hun verwardheid, dat is tot daar aan toe. Maar zou je misschien eerst niet iets moeten doen aan het feit dat Amerika in tientallen mensen totaal onterecht veroordeeld, vaak levenslang, in een cel zitten, vaak ter dood gebracht zijn en dan blijkt jaren later dat ze het helemaal niet gedaan hebben. Op dit punt is natuurlijk de Amerikaanse strafrechtspleging die deugt voor geen meter. Dat is een schandelijke, sterk op racistische sentimenten geënt proces. Dus nee, ja, ik ben zelf een uitgesproken tegenstander van de doodstraf. Ik had ook Hitler niet geëxecuteerd gesteld, we zouden hem in handen gehad hebben. Al was het maar natuurlijk omdat hij door historici dan geïnterviewd had kunnen worden. Wat had jij dan willen doen? Je had hem willen interviewen. Welke vraag had je hem dan gesteld? Nou, ja, dat is niet één specifieke vraag. Dat zou een langdurig onderhoud moeten zijn geweest. Liefst van meerdere historici die deskundig waren op meerdere terreinen van het nationaal socialisme, zou ik zeggen. Maar ik zou ook, niemand heeft het mij in 1946 gevraagd toen ik 3 was. Maar ik vond de bijzondere rechtspleging, daar was ik ook tegen. Zou ik tegen zijn geweest? Je hebt een rechtssysteem, daar moet je niet onder. Je zegt, ja, de omstandigheden zijn een beetje veranderd, nu hebben we een ander rechtssysteem. Dus ook, ja, Mussert hebben we doodgeschoten. En ja, dat vond ik niet juist. Je hebt een rechtssysteem en dan moet je daar ook aan houden. Dan moet je niet een bijzondere rechtspleging organiseren onder bijzondere omstandigheden. Ja, maar waar was je dan, stel dat je een van de historici zou zijn geweest die met Hitler zou mogen praten, wat zou je dan in die gesprekken naar boven willen halen? Van alles en nog wat. Ik zou, dat is een heel, dat zou een levenswerk zijn, bij wijze van spreken. En ik zou in het bijzonder natuurlijk historici raadplegen die zich een leven lang met Hitler bezig hebben gehouden. Zelf ben ik geen Hitler-deskundige. Het is meer in brede zin zou die dan, laten we zeggen, door historici verhoord. Of verhoord, ja, misschien moet je dat wel zo noemen, zijn. Dat lijkt mij een prima idee. Maar zou je dan bijvoorbeeld vragen, waar komt jouw haat jegens de Joden vandaan, bij wijze van spreken? Ja, nou, dat weet je in grote trekken wel. Hij heeft natuurlijk Mein Kampf geschreven. Nou, niet geschreven, maar gedicteerd. En er is ook nog een tweede deel. En we weten natuurlijk een hoop van Hitler. Maar er zijn ook terreinen waar we minder geïnformeerd zijn. Vooral bijvoorbeeld, hoe ben jij aan antisemitisme gekomen? Want je hoort dan dat hij dat eigenlijk in Wenen
in zijn jonge jaren niet was. Dat is kennelijk later gekomen. Hoe dan precies? Ja, dat zou ik allemaal wel graag willen weten. Het gaat mij in brede zin erom dat ik... Doodstraf is simpelweg niet juist. Lijkt mij. Dus stel dat... Het nemen van een leven is niet aan de overheid. Nee. Dus stel dat Poetin ooit... Het gaat natuurlijk nooit gebeuren voordat het gerechtshof in Den Haag komt. Hè, waar ze de Oekraïne... Dan moet hij daar in de cel. Zoals ook met die veroordeelden al daar gebeurd is. Die zijn opgesloten in een cel. Nou, weet je ook weer, die is voortijdig overleden natuurlijk. Milosevic. Voortijdig overleden. Maar Mladic en Karadzic, die... Is Mladic ook dood ondertussen? Dat moeten we even opzoeken. Ja, dat zou ik dus niet weten. Maar goed, die zijn dus niet ter dood gebracht of zo. Terwijl allerlei mensen zullen zeggen, het is zo verschrikkelijk wat ze gedaan hebben. Ze hadden ter dood gebracht moeten worden. Maar kijk, als je principieel tegen de doodstraf bent, dan moet je onder alle omstandigheden tegen de doodstraf zijn. Hij is 81. Hij leeft nog, Mladic. Hm. 12 maart 1942 is hij geboren. Kijk, nou, hij is een jaar ouder dan ik. Het is wel interessant, want het huis van Hitler hebben ze toch opgeblazen, ook omdat ze bang waren dat het een soort van bedevaartsoord werd. Ja. Maar goed, als je me dan... Zijn geboortehuis staat er gewoon nog. Het geboortehuis wel, oké. Ja, en wij zijn daarna gaan kijken, overigens niet, omdat we met dat groepje belangstellenden voor het zogenaamde Hitlerreisje, wat eigenlijk ook officieel heet dat Donker Duitsland, als ik het wel heb. Maar aan dat geboortehuis is niet veel te zien. Het is ook niet zo dat allemaal... wenende nazistische bejaarden staan of zo. Nee. En er is ook niet een vlag. Het is bepaald niet erg inspirerend, de locatie. En er staat ook geen bord van dit, hier is Hitler geboren. Nee, dat begrijp ik. Dan moet je wel zelf een beetje opzoeken online. Ja, je moet het weten dat het daar is. Ja. En het is natuurlijk ook al veel gefotografeerd en zo. Overigens nog een opvallende vergelijking. Dat hier ook wel eens mensen in de straat lopen, ook net weer. En die kijken dan naar jouw huis en die denken, ach kijk, dat is het huis van die Van Rossum. Zou je dat denken? Ja, daar waren net twee jongens, die liepen daar ook rond. Ik denk dat die dan hier, die liepen ook namelijk heen en weer terug. En die keken heel duidelijk naar jouw huis. Misschien moet ik je kunt zo'n soort poppetje maken van jezelf. Maar met zo'n mechanisch bewegend handje. Ja. Ook dat achter de ramen moeten zetten of zo. Want jouw adres staat volgens mij heel duidelijk op internet. Als je intikt waar woont Maarten van Rossum, krijg je dit adres hier. Ja, zeker. Dat klopt. Je hebt het hier ook heel vaak gezegd. Ik woon hier al, weet ik hoe lang, 22 plus 23. Ik woon hier dus al 45 jaar. Ja. We hebben ook nog wat punten. Tot volle tevredenheid overigens. Ja, dat is een heerlijke straat, zeker nu. Ja, zeker als je dit op zo'n zonnige... Nou ja, ik moet dan weer zeggen, de lente is alweer voorbij. We zijn aan de zomer begonnen. Ja. Wat toch wel verrassend was. Vorige weekend hadden we een fijne, mooie zonnige lentedagen. En dan was het toch de eerste van de maand juni, wel zo akelig koud. Dat je denkt, hoe komt dit? Hoe is dit mogelijk? Hè? Opwarmers. Maar het is ook nooit goed, hè, met het weer, Maarten, want zometeen is het weer te warm. Dat is de essentie van het Nederlandse weer, dat het nooit goed is. Ja. En het interessante is dat, juist omdat het nooit goed is, is het het mooiste weer ter wereld, naar mijn idee. Wat me altijd op is, je ergens bent, dat je denkt van, eigenlijk, oké, het is onverwacht het weer in Nederland. Er kan ineens een regenbuitje vallen, er kan ook een motregentje, van alles en nog wat. Maar door de bank genomen, heeft Nederland echt een ideaal, een door menselijk klimaat, zou ik zeggen. We hebben ook nog wat punten van het buitenlandbeleid van de Sant. Dus we hebben nu vooral het binnenlandse beleid gehad. Ja, op het buitenlands beleid is hij al begonnen met een ongelooflijke scheve schaats te rijden. Door wat zei hij ook alweer, dat die oorlog in Oekraïne, dat was een lokaal conflictje of zo. Nou ja, in ieder geval werd dat is hem ontzettend kwalijk genomen, ook in republikeinse kring. Heeft Poetin ook een oorlogsmisdadiger genoemd? Oh, dat heeft hij dan daarna, neem ik aan, gedaan. Nou ja, dat zul je van... Kijk, Trump heeft ook meerdere malen gezegd dat hij de hulpverlening aan Oekraïne, dat hij het daar helemaal niet mee eens is. De hele rechtervleugel van de republikeinse partij zegt het daarmee niet eens te zijn. Heeft ook bij de tussentijdse verkiezingen vorig jaar regelmatig gezegd, we moeten daar serieus naar gaan kijken. Dat is tot op heden dus niet gebeurd. Dit sluit meteen weer een beetje aan bij de oplossing van het kredietplafondcrisis, die in feite door Biden uiteindelijk prima behandeld is.
ja, hij zal concessies moeten doen, maar in feite veel minder dan iedereen gedacht had. En daarmee is dit toneelstukje weer voor de zoveelste maal opgevoerd. En voor de zoveelste maal heeft het tot precies hetzelfde resultaat geleid. Ja, een land wat zo geregeerd wordt, wat wel bewust, niet waar, door een van beide politieke partijen zo geregeerd wordt, daar word je niet gelukkig van. Ja. Maar zien we dan hier een duidelijk verschil tussen DeSantis en Trump? Dat Trump meer een Poetin-knuffelaar is en DeSantis toch iets kritischer is naar Poetin? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat je bij beide moet spreken van een diep gewortelde isolationistische impuls van we worden toch overal belazerd in de wereld en we hebben eigenlijk niet zoveel te maken met de wereld. En kortom, wat we doen in Europa, wat we doen ten aanzien van de Oekraïne, is toch eigenlijk weer die vervelende Europeanen helpen. Die kennelijk zelf niet in staat zijn om dat op het volledig en op de juiste wijze te doen. DeSantis wordt ook een boezemvriend van Israël genoemd. Dus daar heeft hij dan wel warme banden. In Amerika is iedereen een boezemvriend van Israël. Het is daar gewoon, dat zit ingebakken in de politiek, dat je een boezemvriend van Israël bent. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ik denk dat dat deels komt door politieke oorzaken. Dat het vaak handig was. Natuurlijk, de Joodse bevolking in de Verenigde Staten is betrekkelijk invloedrijk. En die is altijd goed georganiseerd geweest. Het valt me altijd op ook op de luchthavens. Ja, overigens is die Joodse gemeenschap natuurlijk net, denk ik, als in Nederland verdeeld. Je hebt een aanzienlijk deel van de Joodse gemeenschap wat enorm pro-Israël is. Wat Israël ook doet, toch dat ziet als de Joodse staat waarvoor je uiteindelijk als puntje bij paaltje komt moet opkomen. En er is natuurlijk een liberale Joodse gemeenschap die natuurlijk het optreden van Israël zeer betreurt en heel kritisch is ten aanzien van het door Israël gevoerde beleid. Dat is bij mijn weten in Nederland niet dat ik het gedetailleerd volg, maar dat is bij mijn weten in Nederland precies zo. Hier heb je toch ook een ander geluid, heet dat, of een ander Joods geluid. Ja, dat is ook heel begrijpelijk natuurlijk gezien het gedrag van de staat Israël, wat bepaald geen vredesprijsje verdient. Dus dat hij daar een boezemvriend mee is, is niet zo gek? Nee, dat is Biden in Amerika ook. Is het, als je zou zeggen, nou, ik heb toch wat bezwaren tegen het door Israël gevoerde beleid. En hoe is het met die twee staten politiek en waar moet dit eigenlijk heen? En die neemt dan, ja, stel je voor dat je die litanie ter horen zou brengen. Dan denk ik dat je dat meer politieke schade berokkent dan om of Israël te prijzen of er niks over te zeggen. Hmm. Een ander punt, fel anti-China beleid voert hij ook. Hij heeft Chinese investeringen in Florida ontmoedigd. En als kandidaat in spe is hij ook naar de bondgenoten Zuid-Korea en Japan gegaan. Ja, nou ja, ook dat is tegenwoordig te doen gebruikelijk in de Verenigde Staten dat je fel anti-China bent. Dat zijn ze allemaal. Daar is Trump mee begonnen natuurlijk. Maar in feite heeft Biden dat gecontinueerd. Dus dat moet hij wel doen? Ja, ik denk dat je het moeilijk zou hebben als je zegt van nou, dat valt allemaal erg mee. En we moeten eens met die Chinezen gaan praten. Het probleem is dat die Chinezen ook reciprokeren, hoe heet dat? Laten we zeggen, hetzelfde gedrag terug vertonen. Je had nu net die kwestie dat die Amerikaanse minister van Defensie zei, of de chef van staven, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval niet een van die topmilitairen, dat het handig zou zijn om over crises met de Chinezen te praten, wat je in zulke gevallen zou moeten doen. En ja, de Chinezen weigeren daar dan over te praten. Dat begrijp ik dan weer niet. Tegelijkertijd zie je bij de Chinezen natuurlijk wel dat ze de Amerikaanse retorische aanpak beantwoorden met eigen retorische aanpak. Maar dat ze ten aanzien van Europa eigenlijk een zeer verzoeningsbereid beleid vertonen. Waarmee je natuurlijk weer kunt zeggen, wat zonder meer een feit is, dat natuurlijk China enorm afhankelijk is van wat zich in de wereldmarkt afspeelt. Er wordt altijd gedaan alsof China, dat wij allemaal enorm afhankelijk zijn van China en China eigenlijk nergens afhankelijk van is. Dat is natuurlijk de grootst mogelijke flauwekul. Ik weet ook eerlijk gezegd helemaal niet of die zeer omvangrijke Amerikaanse investering in China ondertussen dan ook, laten we zeggen, structureel in hoog tempo worden afgebouwd. Eerlijk gezegd geloof ik daar niks van. Het is deels retoriek allemaal. Ja, politici vinden dat fijn. Hè? Ja, lekker vijandbeeld zie je, daar zit je altijd goed mee. Hè?
Dus hij ontmoedigt het wel in de media, maar of het daadwerkelijk ook gebeurt, dat is de vraag. Ja, dat zou ik wel eens. Nogmaals, het in Europa voeren ze. Nou ja, die een van die chefs daar. Die is hier toch zeer kort geleden rondgereisd. Om eigenlijk te zeggen: joh, niks aan de hand. Blijf investeren, is niks mis mee. Ik heb me eerder uitgelaten over de onbeschrijfelijke, onverantwoordelijke en volkomen achterlijke kinderlijkheid. Infantilisme van een Amerikaans-Chinese politiek of van die hele verhouding. Is nergens goed voor. Niemand wordt daar recent wijzer van. Nog één laatste puntje wat betreft het buitenlandbeleid. De Santis is tegen het opleggen van de Amerikaanse waarden aan andere landen. Ja, dat is een bekend geluid in een republikeinse kring. Ik herinner mij dat ook de jonge Bush op dat zo begonnen is. Kijk, heb je zo'n typische open saaprijder. Ja, dat ze nog rondrijden. Ja, een heel bepaald slag man is een dat. Een saap cabrio. Ja. Structureel een van de zwakste auto's, geloof ik, die ooit gebouwd zijn. We hebben daar trouwens nog reacties op gekregen, omdat we het de vorige keer erover hadden, omdat Rutte niet in zo'n auto, maar in ook een saap rondreed. En toen zei iemand van, wist je dat saap ook betrokken is bij de onderzeeërs, het bouwen daarvan? Saab is een vrij omvangrijk concern. Ook vliegtuigen natuurlijk. Ze hebben een goede. Klopt. Zweden bouwden zijn eigen straaljagers. Dat noemde jij toen ook, maar je bent de onderzeeërs vergeten. Daar zijn we toen nog op geweest. De onderzeeërs zijn we vergeten, oké. Okay. Ja, waarom niet? Als je die dingen toch wil hebben, dan kun je ze beter lokaal bouwen. Ze zijn enorm duur. En ja, om nou een onderzeeër in China te kopen, dat is ook een. Je voelt wel dat niet lekker zou vallen, nee. Natuurlijk. Nee. Ja, dus ik herinner mij de jonge Bush die ook in zijn verkiezingscampagne eigenlijk met diezelfde boodschap kwam. Ja, Amerika moest niet zijn normen en waarden opleggen. Je begrijpt wel waarom natuurlijk, omdat dat leidt tot allerlei interventies en buitenlandse avonturen. Nou, en de jonge Bush, zoals je weet, na 9-11, niet waar, hebben ze Irak aangevallen. Eerst Afghanistan, toen Irak en... Ja, eigenlijk toch ook weer met het idee, wij gaan daar de democratie brengen. Kortom, Amerikaanse waarden. Ja, dat is nooit verstandig om dat te doen. Maar dit is ook lijkt mij een typisch republikeins puntje. Waarmee hij eigenlijk natuurlijk met zoveel woorden zegt, wat ik al zei. Er is een sterke onderliggende, voedende bodem van isolationisme. Wat zeg je als je zegt, onze waarden die moeten niet, laten we zeggen, als zending dienen. Dan zeg je eigenlijk, we hoeven ons niet zo te bemoeien met de wereld. De wereld, wij zijn toch veel beter dan de rest van de wereld. En we worden altijd uitgebuit en misbruikt door anderen. Door al die freeriders, niet waar. Ja. Die we in leven hebben gehouden in de loop der jaren. Dus we moeten dat vooral niet doen. Maar als ik... In de werkelijkheid denk ik... Stel je voor het idiote geval dat de Sant is, dat hij president wordt. Dan denk ik dat hij een vrij traditioneel beleid zou voeren, eerlijk gezegd. En niet echt punten waar hij zich mee kan onderscheiden ten opzichte van een Trump bijvoorbeeld. Dit is allemaal wel redelijk in lijn met, toch? Ja, bij Trump is het chaotischer en weet je eigenlijk nooit precies wat hij zal doen natuurlijk. Nee. Hij heeft trouwens bij Fox gezegd, de Sant is bij mij zal er geen dagelijks drama zijn in de wijze waarop ik de regering leid. Nee. Dat is mensen wat mensen aan Trump waarschijnlijk zo leuk vinden. Dagelijks drama. Hè? Alle televisiedirecteuren in Amerika kunnen je vertellen dat ze goede zaken hebben gedaan die 4 jaar met Trump. Ik weet al wat dat er over Biden al na 2 of 3 maanden geklaagd werd. Er gebeurt niks. Er is geen ruzie. Er zijn geen rare geruchten. Hij valt hoogstens op zijn gezicht. Heb je dat weer gezien? Ja, hij is gestruikeld. Ja, ik ben daar... Dat ook zo'n uitgebreide aandacht krijgt, zie ik als een vorm van discriminatie. Als namelijk iemand van 41 op zijn bek valt, dan is dat, iedereen kan op zijn bek vallen. Dan is dat ook nieuws, denk ik. Nou, volgens mij is dat geen nieuws. Heb je ooit gehoord dat Rutte gestruikeld is? Nooit, toch? Nou, Balkenende met zijn skateboard, dat werd toch ook breed uitgemeten? Goed, als je ook eens per skateboard gaat staan, dan verdien je ook dat met je op Ali je bek toen. Valt. Ik kan niet anders zeggen. Maar, ik val ook wel eens. Vallen is op zichzelf helemaal geen signaal dat je hersens niet functioneren. Nee, maar goed, als ik natuurlijk tegenstander ben, dan ga ik dat natuurlijk gebruiken om aan te zonder geven. Zonder meer, dat filmpje zal 300.000 keer gedraaid worden. Dat is typisch televisie. Hè? Er gebeurt iets totaal onbelangrijks, namelijk oude man valt over een kabeltje of zo.
En dan krijgen we dat een miljoen keer te zien. En dan krijgt het, daardoor krijgt het een soort historisch gewicht. Nee, maar dat zie je natuurlijk wel vaak. Hij is van die trap, daar is hij gestruikeld. Hij is van die fiets afgelazen. Ja, en nu weer een treetje. Ja, zeker. Het is een oude man die het druk heeft. En die motor is niet zo sterk meer is. Dus zal die met enige regelmaat zal die struikelen. Hij doet er verstandig aan. Wat ik bijvoorbeeld altijd doe. Ga niet vlot een trap oplopen omdat je het wil demonstreren dat je het nog best kunt. Hou gewoon de leuning vast. Naar boven toe. Naar beneden toe. Vraag assistentie eventueel. Van, er is altijd een hele club van medewerkers en bewakers. En gaan ze maar door. Ga niet stoer doen, want dat betaalt ze niet uit. Dat is wel een onderscheidende factor bij DeSantis. Hij is 44, dus hij is flink jonger dan Trump. Veel te jong. Te jong, vind jij? Ja, ik kan Kennedy ook zo jong. Ja. Te weinig ervaring dan? Of wat is dat dan? Nou, god, ja, je weet, ik ben geen Kennedy-adept. Want ja, jij kunt direct zeggen, Obama dan. Die was natuurlijk ook jong. Ja, en in de Scandinavische landen, die jonge premier die nu gestopt is, die mevrouw, die was toch ook heel, die was in de 30 nog. Ja, die in Finland bedoel je. Ja. Hoe heet het ook weer? Daar was je toch heel positief over? Zeker, in Finland kan het ook geen kwaad. Maar wat is het verschil dan? Nou, dat Finland zelf überhaupt als land ook geen kwaad kan. Ja, je zit in Amerika altijd met het probleem dat het zo'n enorme zwaargewicht is. Hè? En daar hoort een oudere leeftijd bij, vind jij? Ja. Maar is dit dan niet leeftijdsdiscriminatie, maar dan discriminatie, maar dan de andere kant Zeker. Op? Zeker. Mogen wij ouderen ook misschien een beetje discrimineren? Dat vind je wel mogen lekker. Mogen wij niet een beetje terug discrimineren? Hè, wat is daar tegen eigenlijk? Mensen zijn toch voortdurend bezig om te discrimineren? Hè? Ouderen tegen jongeren, jongeren tegen ouderen. Ja, dat is de ene van de meest kwetsbare groepen, zeg ik, de middelbare leeftijd. Die zijn niet oud, ze zijn niet jong. Ze hebben meestal de moed verloren. Ze bevinden zich in een kwetsbare positie. Ze weten nog niet dat het gewoon helemaal, nooit helemaal in orde zal komen. Dus ja, misschien moeten we vooral proberen de middelbare leeftijd niet te discrimineren. Nog en jongeren en ouderen, die gaan we lekker discrimineren. Eén dingetje nog over DeSantis. De vraag was natuurlijk, waarom heeft hij Trump nou gesteund eerder? Daar heeft hij ook wat over gezegd. Het was voor hem een manier om namensbekendheid op te bouwen. Ja, ik denk dat hij daar groot gelijk in heeft. Het was natuurlijk, ja, het is al jaren zo dat als je in de Republikeinse Partij überhaupt iemand wil worden, dan zul je eerst een tijdje met Trump op moeten trekken. Ja, Trump is natuurlijk de sacrale figuur in die partij. Ja, het is verschrikkelijk om het te zeggen. En het geeft aan natuurlijk dat een groot deel van het electoraat ook niet goed bij zijn hoofd is. Of althans, ja, zodanige sentimenten koestert dat die bijzonder schadelijk zijn voor de natie waarvan ze altijd beweren dat die zo belangrijk is. Dus nee, DeSantis, dat wordt niks, denk ik. Okay. Dan moet je oppassen met dit type van voorspellingen, maar op dit moment is de algemene indruk dat dat een kansloze nominatie is. Dus nog even kijken naar... Sorry dat hij niet genomineerd zal worden. Precies. Kijk, er zijn concurrenten naast Trump. Tim Scott kom je dan tegen, senator van South Carolina. Ja, kijk, dat je kandideert voor het presidentschap wil helemaal niet altijd zeggen dat je ook denkt dat je dat zult kunnen worden. Het is vaak een manier om aandacht te trekken. Je kan bijvoorbeeld, je bent kansloos, maar stel voor dat de kandidaat van jouw partij wint. Dan heb je best een kans, omdat je ondertussen naamsbekendheid hebt verworven, dat je bijvoorbeeld in het kabinet terechtkomt. En dat je begint aan een voorspoedige carrière in Washington. Ja. Dus het kan allerlei redenen hebben om jezelf kandidaat te stellen. Mike Pence trouwens, hebben we het de vorige keer over gehad. Er wordt verwacht dat hij deze maand zijn kandidaatstelling bekend gaat maken. Kansloos, denk ik. En dan hebben we nog Chris Christie, voormalig gouverneur van New Jersey. Ja, die houdt ook maar niet op. Die schijnt zich ook binnenkort kandidaat te stellen. Die afgevallen of zo. Geen idee. Ja. Maar dat vind je allemaal geen concurrenten voor Trump? Nee, dat denk ik niet. Nee. Voorlopig staat Trump ver vooraan. En er wordt er algemeen vanuit gegaan dat hij waarschijnlijk de Republikeinse kandidaat is. Ja, je hebt al in de internationale pers de eerste paniekerige stukjes van, heb je hem weer? Wat moeten we er een godsnaam mee? Trump bedoel je? Ja. Ja. En daarom, omdat het natuurlijk heel deprimerend is om over Trump na te denken. Dat is echt heel, omdat het je tegelijkertijd ook diep deprimeert over de tientallen miljoenen aanhangers die een dergelijke persoon kennelijk krijgt. Heb ik besloten om het om te draaien. Ja. En om ervan uit te gaan dat Trump eigenlijk een zegen is voor de mensheid.
Omdat zeker de mensheid in Europa, omdat het Trumpianisme er hopelijk toe zal leiden dat wij eindelijk besluiten dat we ons voor onze eigen strategische veiligheid moeten verzorgen. En dat we daarvoor niet afhankelijk moeten zijn van de Verenigde Staten. Ja. Dat in die zin Trump eigenlijk een zegen is. Dat hij er ons op wijst dat ook de Verenigde Staten zo lang onze trouwe beschermer in deze verschrikkelijke wereld, niet waar, maar dat dat tijdelijk is gebleken. Amerika is politiek gesproken een wrak. Fijn dat Biden er nu zit, dat is allemaal waar. Maar natuurlijk, je hoeft maar te kijken naar de Amerikaanse volksvertegenwoordiging. Of naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. En je weet dat het politiek een wrak is. Het is een land waar het mogelijk is om de verkiezingen zeer ruim te winnen. En dat dan toch de verliezer in het Witte Huis terechtkomt. Hele wonderlijke zaak op zichzelf al. En de rechtszaken tegen Trump, dat heeft geen effect? Nee, dat heeft nul effect. Dat heb ik al eerder gezegd. Dat heeft geen enkel effect voor zijn aanhangers. Dat versterkt hem misschien alleen maar. Voor zijn aanhangers precies is dat van zie je wel. Ze moeten hem tussen Willem te pakken nemen. Kan toch best gebeuren, zulke dingetjes. Misschien is het wel helemaal niet waar. Nou ja, kortom, je kunt ervan maken wat je wil. Okay. Dus ik voorlopig heb ik besloten dat Trump een zegen is om die ons er voortdurend dagelijks en wellicht in de toekomst nog veel ernstiger op wijst dat we onze eigen zaken moeten beheren en niet afhankelijk moeten zijn van de Amerikanen. Ja, dit zijn winkelwagentjes waarmee vuilniszakken naar ons verzamelpunt worden gereden. Het Russische geweld door de jaren heen. En hoe het toegenomen is na de val van de Sovjet-Unie. Daarover vertelt Maarten van Rossum in een gloednieuw luisterboek. 2 uur lang College van Maarten. Download het luisterboek via de link in de show notes. Waarom het belangrijk is om voldoende slaap te pakken. En waarom je je mobiele telefoon 's nachts niet op je nachtkastje moet leggen. Daarover hoor je nu de podcast Sea Level. De link naar de aflevering vind je in de show notes.